En aan de voeten, dus aan die kant, was er die doos. Wat was er in die lode doos? Een kleinere, u ziet tussen een klein bakje in het plastic, wat is blijkbaar de resten van een kleinere ijzeren doos, waar die echt het hart ervan was. En in de lode doos ziet u ook 3 penningen. Een afkorting van Jeruzalem en aan de andere kant het Adonis-embleem, dus de stralende wolken.